Zo'n 3.500 toeschouwers in Spakenburg, waaronder ruim 1000 Urkers die meegereisd waren. Ze zagen in het begin niet veel door het vuurwerk, maar dat verhoogde wel de sfeer. En Urk ging meteen van akiet, zoals dat zo mooi heet. Fel in de eerste minuut, meteen al onzekerheid in de verdediging. En pats, 1-0, Klaas Wakker, de reus van Urk, hij lapt het hem toch maar weer. Klaas Wakker, bezig aan een heel goed seizoen. Onzekerheid daarbij Stemerdink, de doelman, tast mis. Ja, en dan lijkt die bal weg te gaan, maar dan is het Klaas Wakker die machtig uithaalt met dat grote linkerbeen van hem. En het is 1-0 voor Urk. En ja, zo'n mooie start kun je natuurlijk alleen maar van dromen. IJsselmeervogels moest er wel even van bij komen. Het was ook van tevoren al een beetje beducht voor Urk. Urk dat schier onverslaanbaar lijkt. Maar nu dan IJsselmeervogels via Kwakkel. Die vindt daar Beukers en die schiet hem schitterend in. Prachtig doelpunt van Melrik Beukers. En zo zitten we na 10 minuten alweer op 1-1. En denken we aan al die eerdere prachtige wedstrijden tussen de Vogels en Urk. Schitterend in het dak van het doel. Melrik Beukers 1-1. En IJsselmeervogels behield daarna in die eerste helft het initiatief. Het was niet echt zo dat ze Urk voortdurend onder druk zetten, maar weer diezelfde Beukers, die laat zien hoe levensgevaarlijk die is als hij een beetje ruimte krijgt op de paal. En we houden 1-1. De wedstrijd stond bol van de spanning. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. De belangen zijn heel groot. Urk op links via Klaas Wakker. En dan komt die bal bij Jacob Tol. En die krijgt hem ongelukkig op zijn pantoffel en die bal gaat naast. Jacob Tol, ook hij bezig aan een goed seizoen. Ja, voor wie geldt dat niet? IJsselmeervogels ketst af. En dan nou, een beetje een slap aftreksel van iets wat op een schot moet lijken van Dennis Bos. En Job van Veldhuizen, de doelman van Urk, heeft daar natuurlijk geen enkele moeite mee. Urk kwam allengs in die eerste helft weer wat beter in vorm. Nam het initiatief en ook het middenveld. En kreeg hier via Klaas Wakker een behoorlijke kans. Zeg maar een hele grote kans. Klaas Wakker had hem eigenlijk zelf moeten schieten, maar was niet zelfzuchtig. Ja, dan beseft hij wel dat dat de mogelijkheid was om op voorsprong te komen. 1-1 bij rust. En Ten Hagen is er nog niet gerust op in die tweede helft. En dat was ook wel terecht, want IJsselmeervogels gingen een beetje alles of niet spelen. Hier weer een hele snelle counter. En dan wordt het eigenlijk, ja, wat is dat? Een voorzet? Een schot? Nee, toch een voorzet. Beukers, ja, die kon bijna zijn tweede doelpunt maken. Maar hij vergat eigenlijk zijn been uit te steken. Anders had Urk op achterstand gestaan. Ja, als je een kans krijgt tegen Urk, moet je hem wel benutten. Want anders gebeurt het misschien wel aan de andere kant. Hier via de opgekomen Pieter Ras. Wakker laat hem lopen. Schitterende goal van Henry Romkes. Kan niet altijd trainen. Maar scoren kan hij wel, wordt bijna verpletterd door zijn medespelers. Maar dat kan hem helemaal niks schelen, want hij heeft een heel belangrijk doelpunt gemaakt. 2-1, Klaas Wakker. Prachtig zoals hij hem laat lopen. En Romkes, subtiel binnenkantvoetje, à la een biljarter. 2-1 voor Urk. Het werd feller daarna. Hier een beetje, ja, een beetje harde charge, maar om nou meteen geel te trekken. Hij krijgt hem wel. Kees de Graaf, de aanvoerder van IJsselmeervogels, een gele kaart. Het was wel een felle wedstrijd, maar het bleef toch altijd binnen de perk. En dat mag je die beide ploegen dan toch als compliment geven. Maar nu, een moment, ja, eigenlijk wat gebeurt er? Melrik Beukers duwt daar, maar die krijgt in één keer rood van scheidsrechter Driessen uit Kampen. Scheidsrechter Driessen, die vorig jaar nog is gekozen tot scheidsrechter van het jaar, is gedecideerd. Beukers moet weg. Hij heeft iets gezien wat wij niet gezien hebben in ieder geval. Of het zou een duwtje moeten zijn. Maar om daar rood voor te geven, ja, Beukers lijkt het zelf ook niet te begrijpen. Maar met 10 man gaat IJsselmeervogels nog één keer ten aanval. Alles of niks aan de linkerkant. Een enorme kans voor Abel van Willigen. Maar die moet je natuurlijk benutten. Dat was de laatste gelegenheid om Urk in ieder geval op een gelijkspel te houden. Maar Urk gaat winnen. Gaat deze hele belangrijke wedstrijd winnen. En kijk die Jan ten Hagen toch vaak wat ingetogen. Kijk hem eens blij zijn. Hij kan wel uit zijn kleren barsten van geluk. Want zijn Urk wint met 2-1 van IJsselmeervogels. Ja, en door deze overwinning kun je er niet meer omheen. Of er gaat al gedacht worden aan een kampioenschap.
Veel supporters praten er al openlijk over, maar trainer Jan ten Hagen wil daar nog helemaal niets van weten. Nee, ik wil er helemaal niks van horen, want ik heb het in het verleden ook zelf meegemaakt als voetballer. En je weet het, mijn oor, ik kan van alle dingen nog gebeuren en we blijven maar lekker rustig, ja. Gewoon volgende week een nieuwe wedstrijd. Volgende week een nieuwe wedstrijd, inderdaad.